We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hallo allemaal en welkom weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. We hebben nog altijd hetzelfde concept. Want ik vrees dat er in deze video echt wel wat uitleg nodig is. In deze video gaan jullie zien hoe dat het familiefeest van Bojan in elkaar zit. Er komen heel wat traditionele dingen bij kijken, dus er gaat heel wat uitleg nodig zijn. Maar oké, let's begin. Goedemiddag allemaal. Say hi, bye. Say hi. Thank you. Bojan checked the apartment 10,000 times. Mommy, somebody in our relationship needs to be head of the family. So, If I am man in our country, that is job for us. Wij gaan naar Bosnië. Het is 16 december. 19 december is het Bojan zijn familiefeest. Maar dat begint eigenlijk al de 18e 's avonds. Dus we zijn al vertrokken naar Bosnië. Dat is met 3,5 uurtjes rijden. Pak 4 uur. En dan blijven wij daar tot en met de 20e. De 20e gaan we terug naar Servië, want vanuit Servië hebben we een vlucht naar België, de 22e. Buddy, wat is papa doen? Waar is papa? We zijn even gestopt aan een wijnhuis, want voor ons familiefeest gaan we een paar flesjes wijn kopen. Je hebt hier een wijnhuis die zo zelf hun wijn maken, dus daar gaan we wat wijn halen. Daar zijn we nu gestopt. Bojan is de auto uit en Buddy is heel eventjes van voren komen zitten. Ja, Buddy, jij gaat de auto rijden, hè? Buddy, auto rijden? Kom, ga terug achter zitten. Papa komt wel terug. Hi guys, I'm still alive. Smiling doggy. Smiling doggy. Wij zijn ondertussen de volgende dag. We zijn aangekomen in Bosnië. Maar het was gisteravond al vrij laat toen we zijn aangekomen. En we hebben gewoon nog gegeten, gedoucht en we zijn gaan slapen. Het is vandaag opnieuw 16 graden. Het is ongelooflijk. It's almost summer. 16 almost degrees. Summer. You're gonna clean the car. I'm looking for space. For what? Mommy, look at the hair of the body there. On the seats. You know that is not healthy for you. Wij gaan nu iets drinken in het centrum. En dan gaan we naar de supermarkt, want ik ga risotto maken met kip en met champignons. Want ik wil normaal eten. Zo, Bojan en ik zijn inkopen gaan doen. En ondertussen is Bojan gaan lopen, want die moet zich natuurlijk voorbereiden voor de voetbal terug. En ik heb risotto gemaakt. Risotto met champignons, kip, kipbouillon, een beetje room zit erin. Zo, risotto en zo, dat is totaal niet het eten wat zij hier eten. Ik ben heel benieuwd wat ze er gaan van vinden. Maar ik denk echt, veel kunst er niet aan misdoen. Hè. Het is rijst, kip en champignons. En dat zijn dingen die ze hier wel kennen, alleen de combinatie en hoe, dat kennen ze hier niet. Dus ben benieuwd. Een buddykje is in de tuin aan het spelen. Do you have a stick? Ja. Yeah.
In deze fragmenten zie je hoe dat ze, ja, wat dat de voorbereiding is van het feest. We moesten nog naar de supermarkt, want we moesten nog een aantal dingen halen, zoals drank en zo, om koud te zetten voor de gasten. Hebben we de zetels aan de kant geschoven, hebben lange tafels gezet, hebben de tafel mooi gedekt. Dit was de avond voor het familiefeest, maar zoals ik al eerder zei, dat begint eigenlijk de dag ervoor al, 's avonds, met een soort diner en dan de volgende dag is dan het echte feest. En daar gaan we nu naar kijken. Find the silver sky. You'll never, 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 ever be left again. You are falling shadows. In het eerste fragment dat jullie gezien hebben, zie je dat er gebeden wordt. Er wordt in Bosnië, heel veel mensen geloven echt extreem in God. Dat is bij ons in België echt niet meer het geval. Maar in Bosnië en in Servië is dat nog steeds. Bojan is ook heel sterk gelovig en zijn familie is ook heel sterk gelovig. Dus de mama maakt een speciaal brood, helemaal versierd met allemaal mooie dingen erop. En daar wordt op gebeden, vooraleer dat de mensen echt het feest mogen starten. With my hand, oh, wherever you're going, you'll never be lonely, 'cause I'm gonna shine a light. Dan vervolgens wordt er alle mannelijke familieleden van het gezin, dus Bojan, zijn broer en zijn papa, die moesten samen met één gast het brood verdelen in het familiegedeelte brood en het gastengedeelte brood. Hoe gebeurt dat? Doordat ze het brood draaien. Op een gegeven moment stoppen ze het brood en dan moeten ze het brood in stukken breken. Als ze het brood in stukken mogen breken, moeten ze eerst nog van een glaasje drank drinken. De drank die ze daar drinken is rakia. Wat is rakia? Rakia is een soort vodka wat ze zelf maken en dat typisch is voor Bosnië en Servië. Is een gigantisch straffe alcohol en voor ons is dat niet te drinken. En dan hetgene wat er volgt eigenlijk is dat er de mama en de papa hebben de dagen ervoor enorm veel eten klaargemaakt. Er mag op die dag wel totaal geen vlees gegeten worden. Dus alles is vegetarisch, vis mag wel. Als gasten binnenkomen, het allereerste wat dat moet gebeuren is dat ze hebben een kom vol met rakia. Daar doen ze een appel in en het is eigenlijk de traditie dat je moet proberen om die appel uit die kom te halen zonder dat je handen gebruikt. Nu, die traditie is eigenlijk een beetje aan het verwateren. Het is eigenlijk geworden dat iedereen een slokje van die rakia moet drinken vooraleer dat ze aan tafel gaan. Er is ook nog een kommetje met maïs waar dat ze met een lepeltje een klein beetje maïs moeten uitnemen en mogen opeten. Dat is zo de traditie om de mensen te verwelkomen op hun familiefeest. Verder mogen ze dan gewoon aan tafel zitten. Het is echt traditie dat de gasten, dus bijvoorbeeld Bojan, zijn broer, zijn papa, zijn mama en ik, wij mogen eigenlijk de hele dag niet zitten. Nu, ik heb dat natuurlijk gewoon wel gedaan, maar normaal is de traditie dat je niet mocht zitten. En dat wij dus de mensen bedienen. Dus al je gasten die gaan genieten en gaan zitten en gaan eten en drinken. En jij moet eigenlijk gewoon zorgen dat de mensen genoeg eten en genoeg drinken hebben. Wat ik een hele rare traditie vond, want als wij een familiefeestje hebben, zorgen wij dat we alles op tafel zetten, gaan we daarbij zitten en hebben wij samen met hun het familiefeest. Dat is bij hun niet zo. Zij zijn echt
de mensen die hun gasten serveren als in een restaurant. En zij genieten er zelf eigenlijk niet echt van. Nu, hetgene wat er dan gebeurt is, de mensen, als die binnenkomen, die die traditie doen met die rakia drinken. En dan mogen ze aan tafel. En dan de mannelijke delen van het gezin, die zorgen voor de drank voor de mensen. En de vrouwelijke delen van het gezin, die zorgen voor het eten van de mensen. Wat wordt er gegeten op die avond? Bonen in tomatensaus. Soep, vissoep wordt er gegeten. Brood met soorten kazen, maar zo'n soort smeerkazen die ze erop smeren. Een stukje gedroogde vis die ze dan gerookt hebben. Gepekelde paprika en gepekelde augurk. Het is niet zo dat de mensen komen op één bepaald uur en dat die de hele avond blijven en dan doorgaan. Nee, omdat dat familiefeest heel de dag is, komen die mensen gewoon wanneer dat die willen. Die gaan aan tafel, die krijgen wat eten. En wanneer dat die goesting hebben, die staan die op en gaan die naar huis. Het is niet zo dat die mensen... Dus je kunt op een gegeven moment 10 mensen aan tafel hebben zitten en dan een uur daarna nog maar 2. En dan het uur daarna komen er weer 6 nieuwe binnen. Dus het is een beetje... Het is niet altijd mega druk in die hele dag. Maar omdat het een hele lange dag is en omdat het hele dag allemaal mensen kunnen doorkomen, is het wel mega vermoeiend. Natuurlijk, Buddy kan er niet bij zijn. Want ja, als Buddy met eten springt op de mensen, springt op de stoelen om te kijken wat er op tafel zit. Dus dat was niet ideaal. Ook niet omdat er heel veel keren de deur open en toe ging. Ja, het is nu niet dat je elke seconde Buddy in het oog wilt houden of dat hij niet mee naar buiten glipt met de deur. Dus we hadden die in onze slaapkamer gezet. Om de zoveel tijd gingen er natuurlijk wel mee naar buiten om pipi te doen. Maar die had daar zijn drinken en zijn eten, zijn speeltjes. Nu, we hadden wel gezorgd dat hij de dag daarvoor enorm lange wandelingen had gehad. En 's morgens een lange wandeling. Dat hij door de dag gewoon rustig ging slapen. En dat heeft hij ook wel echt gedaan. Ik was heel fier op Buddyke. Buddyke is heel braaf geweest. Maar het was een hele unieke ervaring. En als ik het zou doen, had ik het heel anders gedaan. Maar dat zijn natuurlijk hun tradities. En dat is hoe dat zij hun familiefeesten allemaal geven. En dat is niet alleen zo bij Bojan zijn familie. Maar dat is gewoon traditie bij iedereen daar in Bosnië om zo hun naamfeest te vieren. Het was heel chic om al die traditionele dingen op te zien. Maar wij kennen dat absoluut niet natuurlijk. Zo, ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Vergeet zeker geen duimpjes omhoog te doen en te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Doei!